Postverzendbedrijf Pico heeft een nieuw filiaal in gebruik genomen. Pico-directeur Otto Beek zegt dat Suriname een hubfunctie kan vervullen bij het lucht- en zeevrachtgebeuren in het Caribisch gebied. Beek sprak vandaag bij de opening van zijn nieuwe hoofdkantoor te Abrabroki. Hij zegt dat hij met zijn bedrijf verder zal werken aan de hubfunctie waar hij al jaren aan denkt. En dat is de ontwikkeling die wij wel teweeg willen brengen. Waaronder als je kijkt naar de ontsluiting van, als je naar Nikeri kijkt, men praat nu over de oil and gas, maar al jaren geleden was er sprake van dat Nikeri Airport een internationale hub zou zijn voor verdere transportmogelijkheden naar het zuiden van Zuid-Amerika eigenlijk. Dus Europa transport, ik praat dan over vrachtvliegtuigen, ik praat over cargo's, machines die op Nikeri landen en verder dat kleine transportvliegtuigen die vanuit Nikeri weer het binnenland zeg maar ingaan van Zuid-Amerika. Er is toen tijd sprake geweest bij het verbod toen van alle type vliegtuigen die Europa niet meer mochten doen. Dat was al zover dat dat zou gaan gebeuren. Wat is er gebeurd met het plan? Dat plan is gegaan toen naar Curaçao. Beek staat versteld van de frequentie van verzendingen van families uit Nederland naar Suriname. De verbondenheid tussen de twee landen is volgens hem van enorm groot belang. Ja, nou, wat ik wil zeggen eigenlijk, in deze branche waar we over praten, transportgebeuren, het is wel uniek natuurlijk in de wereld dat Suriname met Nederland, dat we het zo even zo noemen, dat er dus zo'n grote verbondenheid is waarbij dus over en weer pakketten verzonden worden. Het is uniek in de wereld, dat heb je nergens anders ter wereld. Dat er zo'n volume is aan ondersteuning zeg maar, van familieleden. Gezien ook de situatie waar Suriname in verkeerde economische situatie, waar we voorlopig, ja, ik ga me daar niet verder op indringen, omdat het nog steeds geen verbeteringen laat blijken, zal dat zo toenemen. Maar los daarvan betekent het gewoon, in transportwereld praat je over personenverkeer, praat je dan ook over goederenverkeer. En dat zal altijd zo blijven. Pico heeft vanaf het begin van de coronapandemie ook problemen ervaren. Beek zegt dat er veel creativiteit aan de dag gelegd moest worden om de zaak draaiende te houden.